Welkom. We zijn hier te gast bij LMB, een van de grootste whiskybars van Amsterdam. En hier heb ik onze bieren meegebracht, vatgerijpt. Dat zijn bieren die op hout gelagerd zijn. Bourbonvaten, portovaten en cognacvaten. De whiskyproevers, de specialisten eigenlijk van de whiskyproeverij, die zijn hier aanwezig. En die daag ik eens uit om onze bier eens een keer te proeven. Of hun tonen van whisky terug kunnen vinden of smaken die ze herkennen. We gaan vandaag eens bier proeven. Wat is bier eigenlijk? Eigenlijk heeft het dezelfde ingrediënten als whiskies. Alleen wij doen er nog iets meer bij en dat is gewoon hop. Ik merk dat de man is met passie, maakt hij bieren. En daar hou ik van. Deze is vatgerijpt, dus wat heb ik? Ik heb portovaten, die hebben wij aangeschaft. In dat hout van dat portvat is eigenlijk 4 jaar historie is in het hout getrokken. Zet hem eens aan de neus en ga dadelijk jullie mening eens even geven. De biersmaak ging meer naar de achtergrond en je kreeg echt dat fruitige. En dat zoete van de port was heel herkenbaar. Het gaat ook een beetje van het bier af, vind ik. Het wordt meer een aperitief, denk ik. Kerstjes, dat soort dingen. Die port vond ik heel verrassend en op het moment dat ik dat proefde, ging ik onmiddellijk denken van hoe kan ik het combineren. Nou gaan we iets anders proeven, nou gaan we echt de sterke drankensferen in. En dit is cognac. Ja, ik vind hem in de neus, merk je niet zo dat hij op cognacvaat heeft gelegen, maar in de smaak wel. Ik proefde daar duidelijk meer. De fruitigheid in en met name ook de druiven. Ik vind dit wel lekker. Er staan nog meer van zo meteen. Gaan we zwaaien. Ik denk dat deze echt in jullie smaakprofielen zal zitten. Dit is eigenlijk de bourbon. Dit is Heaven Hill en Jim Beam. Dat zijn de twee soorten. Ja, die eerste geur had ik een beetje de tarwe mais. De vaten worden met houtskool gebrand, echt helemaal zwart gemaakt van binnen. En daardoor wordt hij ook heel zacht. Hertog Jan bier op bourbon is ook heel zacht. Deze heb ik in Amerika gebrouwen, in Chicago, bij Goose Island. Je ziet nu ook dat het schuimt, dus hier hebben ze ook koolzuur op gezet. Dus hetzelfde eigenlijk wat ik later wil doen met onze bieren. En nu proeven jullie een heel ander type bier. De koffie, de karamel van het gebrande vat. Een heel fijn bier met een mooie nasmaak. Daar vond ik vooral in de aftertaste de karamel en de koffietonen heel erg mooi naar boven komen. Ik vind wel dat je bier moet proeven met koolzuur. Daar ben ik wel achter gekomen. Wat ik dan zo leuk vind is dat je anders bier proeft met elkaar en gewoon een biertje drinkt. En het verhaal hebt over alle dag. Maar dat je nu echt met elkaar gaat praten van goh, wat proef je eigenlijk. En dat is eigenlijk wat je ook doet met een whisky. Hey, hartstikke bedankt voor jullie proeverij. En ik zou zeggen, op het leven, zoals wij het noemen. Slijtje.